Hallo allemaal, mijn naam is Cameron de Kikker en jullie moeten deze video liken, want anders kom ik naar jullie huis toe en dan ga ik Elmo ook even meenemen en ik ga je ook naar jullie huis toe, dat weet je niet hebben toch? Oké, Cameron, even rustig, ze moeten inderdaad deze video liken, maar ik zou zeggen mensen, luister even wat Cameron heeft gezegd, nu like, want anders komt Cameron en Elmo naar jullie huis toe en dat is niet zo gezellig dan het eigenlijk lijkt. Hallo lieve leute, welkom bij een gloednieuwe video. In deze video gaan we iets doen, want vandaag hebben we een en ander te regelen. Ik heb namelijk gehoord, ten eerste, dat er een persconferentie is tussen Cameron, nee niet tussen Cameron de Kikker en Elmo, die hebben zo meteen ruzie waarschijnlijk. Ik weet niet, die moet ik opzoeken. Ik werd uitgenodigd door hun. Maar nee, we hebben een persconferentie tussen Joe Biden en Donald Trump. En wie denk je er aan winnen? Joe Biden of Donald Trump? Laat achter in de comments. Laat even de verschillen uitleggen. Joe Biden is een beetje net als D66. Ze zijn nogal pro-vluchtelingen. Ze zijn pro-klimaat. Dat is hij in ieder geval. Maar op geldgebied of op economisch gebied is hij net wat rechtser. Laat het daarop houden. Het iets minder staat hij open voor de armen. Hij zou niet zomaar de lonen willen verhogen of zoiets dergelijks. En Donald Trump, dat is een echte rechtse partij. Het zijn twee rechtse partijen tegen elkaar. Alleen is Joe Biden iets minder rechts. En niet meer een centerpartij. Want hij heeft zo ook wel wat linkse kanten van zichzelf, Joe Biden. En ja, Donald Trump niet. Die heeft zoiets van, als je voor je eigen geld werkt, dan moet het rijk daar niet op belast worden. Iets waar ik het zelf mee eens ben. Als jij, ja, wanneer word je in Nederland bestempeld als rijk? Ja, als je meer dan 5 kop verdient per maand, dan word je bestempeld als een rijke gast in Nederland. Laat het daarop houden. En dan heb ik het over 5 kop winst. Je weet hoe het zit als je lult al rent. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Als er een linkse partij aan de macht is, dan zou ik veel meer belasting moeten betalen. Om het feit om de armen te helpen en om het klimaat. Kijk, om het klimaat, ben niet zo fan van die doelen. En om armen nou echt te steunen, oftewel, dan ga je steeds meer mensen zien die in de bijstand terechtkomen. Hoe komt dat dan precies? Nou, eigenlijk zit dat heel erg simpel en complicated in elkaar. Ze weten dat ze minstens sneller recht krijgen op een bijstand, dus dan gaan ze ook sneller neigen naar de bijstand. Want ja, waarom zou ik 40 of 30 uur willen werken, hè? Ik vind niet dat de bijstand echt harder beloond moet worden dan een normale baan. Het moet echt wel een verschil zitten dat bijstand gewoon echt een noodbudget is en dat de banen gewoon echt gewoon het mooie budget kunnen betalen. Dat vind ik belangrijk. Niet dat de bijstand en de banen hetzelfde zijn of een uitkering, want ja, zo kan iedereen wel een uitkering aanvragen, hè? Maar mensen, dit zijn de nieuwe abonnees op dit kanaal. Ben jij geabonneerd? Dan ben je een baas. En wil je in beeld komen in de volgende video? Dan moet je zorgen dat je bent geabonneerd op dit kanaal. Dit zijn in ieder geval de 10 abonnees die voor het laatst hebben geabonneerd. Wil je namelijk bij de volgende 10 bij horen? Dan moet je even abonneren op dit kanaal. En dan kom je in de volgende video gelijk in beeld. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal met belletje aan. Dan like deze video. En we gaan boodschappen doen. Hey man, ik zoek fruit. Ik heb gezin en gezondheid. Maar ja, als jullie geabonneerd zijn, jullie zijn bazen. Dan zijn er super mooie mensen. En. Hey, laat maar jullie met rust. Hey, kom even hier koelen. Nee, laat maar met rust. Hey, je zit een mooi aan het misje. Nee, alsjeblieft, ga weg. Nee, waarom zou ik weg moeten gaan? Oh, kill. Hey, zullen we normaal doen, ja? Ga met mij naar huis, oké? Nee. Oké, dan krijg je klappen van mij, ja? Oké, dat gaat niet goed. Oeh, hey. Ik heb er niks mee te maken, hè? Zo. Hoi, mooi. Een meisje sterk. Maar waarom heb ik met die ruzie te maken dan? Maar goed, gaat goed, Amanda? Hey. Hey, lieverd. Gaat oké? Oh, dat is niet best hoor. Nee, maar ik ga eruit. Ja? Of wat wil je tegen mij? Ik sta maar zo aan te kijken, nek. Zo. Nou, hij is een beetje boos. Wij gaan lekker weg, want we hebben niet veel te zoeken. Dat was een meisje tegen een jongen. Dat was niet best. Maar we gaan nu door naar de persconferentie. Want er staat een persconferentie op ons te wachten. En je weet wat dat betekent. Het is namelijk weer, ja, eigenlijk een debat, zeg maar. Persconferentie. Ja, je weet wat ik bedoel. En het gaat nu over coronamaatregelen. Ik weet dat Donald Trump ook echt tegen de coronamaatregelen is. Dat is zeg maar de FVD van Nederland. Donald Trump. Joe Biden is pro-coronamaatregelen. Nou, wat zijn jullie? Zijn jullie anti-coronamaatregelen? Of zijn jullie pro-coronamaatregelen? Laat even achter in de reacties, mensen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie. Snap je? Oké, oei. De boogsbeuk is niet van de weg op maat. Nou, ja, dat kan niet anders. Oké, laten we even. Oh! Zo! Dat ging niet best. Oké, mensen, we zijn dus bijna aangekomen bij de persco van Joe Biden en Donald Trump. Ja, nogmaals, ik ben echt heel erg nieuwsgierig wie er gaat winnen. Zoals jullie net hebben gezien, dan ging niet goed in de supermarkt. Ik wou boodschappen doen en de politie komt naar mij toe. Of was voor hun? Ik weet niet. Als de politie op mij afkwam, dat heb ik gedaan. Ik ben alleen maar betrokken bij een ruzie die deze twee mensen hadden. Maar goed, die meid was duidelijk te sterk. Ik weet niet, had ze een boksbeugel in de handen? Dat ze waarschijnlijk de kaak van flink geraakt. En bam, het bloed spoot uit zijn bek. Nou, dan weet je hoe dat gaat. Oké, dus de persconferentie tussen Donald Trump en Joe Biden. Het gaat zo beginnen. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. We moeten wel eens even wachten tot de avond een beetje valt. Oké, mensen, de persco gaat beginnen. En ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Dus ja. Hallo, mijn naam is Joe Biden. En wij staan ervoor dat wij de coronavirus gaan verslaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat we meer vluchtelingen binnen moeten laten. Omdat ons land het echt wel aan kan. Want er is oorlog in de andere gebieden en jij wilt ze uitsluiten. Wat voor minister-president ben je dan? Zeg, nou moet je heel goed luisteren, meid Joe Biden. Niks ervan vluchtelingen komen in het land in. Nee, al die Mexicanen blijven wachten. Ja? Die muur, die blijft staan. Er gaat iets gebeuren met die muur. Het is
mijn land, onze regio, onze burgers geen eer. En in de criminele wijken zetten wij extra politie in. Oh, dus je denkt het zo op te lossen door een beetje de ethisch te profileren. Nou, zo werkt het niet. Je moet in oplossingen denken, meneer. Als je dit doet, dan krijg je juist alleen maar meer criminaliteit. Dat heeft er niks mee te maken, want je kunt ook goed zwaar gestraft worden. Ja, maar zo werkt het niet. Het zijn mensenrechten. Je bent niet op mensenrechten uit, hè, Donald Trump. Nou, dat maakt me geen reet uit. Maar over wat gesproken, de doden gaan zo niet omhoog, want de ondernemers hebben al zwaar genoeg, ja? Die hoeven niet meer te belast te worden en de multinationals, die zijn in mijn land gewoon goed. Zo, dat dacht ik even niet. De multinationals moeten toch even iets meer belasten, Donald Trump. Weet je wat dat is? Het is niet eerlijk dat een uitkering trekken bijna geen geld krijgt en de multinationals gewoon eigenlijk al het geld in de stad zeker. Plus, wat moeten we met dat geld doen? Nou, misschien is het wel een investering, hè? Tenminste, hun hebben een eigen bedrijf opgerund. Al het geld wat ze verdienen, wordt een groot deel van geïnvesteerd en een groot deel wordt eigenlijk al aan belasting betaald. De belasting was al vrij hoog in dit land. En er zijn landen waar het nog hoger is, denk ik Nederland, als een belastingparadijs. Ja, je moet wel even zo zien, belastingen, snap je? Ja, dat maakt me geen reet uit, maar nu ga je te ver. Nou zeg, maar moet jij zo opletten, ja? Als jij dit land gaat regeren, dan gaat Amerika kapot. Oh, is dat zo? Ja. Oh my god, waarom slijm in elkaar? Oh, Donald Trump, oh no, Trump. Hey, maat. Hallo. Wat heeft dit te betekenen? Dit vind ik niet netjes hoor. Even serieus. Oh mijn god, ben je niet blij? Nou, Donald Trump, nu kun je het krijgen van mij ook. Zo. What the hell? Dit is niet best. Nou, dan in ieder geval, ik heb liever geen president dan een van deze twee in ieder geval. Ze hebben net een mooie discussie gevoerd. En het debat, oké, het was best wel interessant om mij te zien. Maar ja, dan maar geen president. Weet je, Donald Trump die gewoon geweld te gebruiken. Dat is niet hoe een persco moet gaan, hè. Dus ik sla hem in één klap met een uppercut. En zijn nek is gebroken tot, ja, snap je? Dat werkt gewoon. Ik heb zijn nek gebroken in één klap. Zoveel kracht heb ik aan met Michael zijnde. Dat heeft Trump niet. Want hij moest ze vier keer slaan om hem dood te krijgen. Maar er gaat nog een rond dat er weer ergens een beef gaande is. En ja, die beef is niet fijn. Ja, ik heb nou Trump vermoord. Ik had eigenlijk niet openbaar moeten doen, want ik word nou zo meteen gezocht. Ja, sowieso. Maar ook krijg ik gewoon $1.2 miljard voor het vermoorden van Donald Trump. Er staat al iets op het spel, snap je? Hij stond eigenlijk op de zwarte lijst en degene die hem had vermoord kreeg $1.2 miljard om lekker luxe te leven. En guess who? De $1.2 miljard krijg? Inderdaad, ik moet me melden. Want ik heb tenminste een goede reden om iemand te vermoorden als zo'n president. Ja, we konden Trump in dit land gewoon niet langer gebruiken. En Biden trouwens ook niet, maar goed. Althans was Trump misschien niet op alles slecht. Weet je, ik ben die mening neutraal eigenlijk over wat Michael zijnde. Maar goed, laten we even doorrijden. En ja, dat dus. In ieder geval schijnen die twee namelijk op het schip te zijn. En ja, ook in Nederland hebben we bijna de verkiezingen daar, hoor. Even serieus, wie denken jullie wie er gaat winnen? Zou het Mark Rutte opnieuw zijn? Zou het Geert Wilders worden? Gaat het Thierry Baudet worden? Of gaat het een linkse partij worden? Alsjeblieft, hou links uit de buurt. Maar ja, we gaan het zien, mensen. Kijk, als al Rutte aan de macht komen. Rutte is juist hartstikke rechts. Prima partij. Ik ben eigenlijk best wel tevreden met Rutte geweest in de afgelopen 10 jaar. I mean, heb ik er last van gehad? Nee, ik heb er maar nergens last van gehad met Rutte. Oké, even wat fouten gemaakt. Maar ja, ik denk dat elke minister-president wat fouten zal maken op den duur. Ik bedoel, je moet een heel land rennen. Snap je? Dus ik denk juist, of je nou een Rutte hebt, of een Baudet, of een Geert Wilders, of een D66, of een Klaver. Altijd zal er wel iets fout gaan. En die fouten lijken misschien wel echt allemaal goed te praten te zijn. Geloof me, ik denk het niet. Ik denk dat die fouten nog steeds zullen voorkomen. En dat nog steeds, ik weet niet, als de linkspartij aan de macht komt, dan zullen de multinationals zien janken. Die gaan dan emigreren. Want het zijn gierige mensen. En gierige mensen, die ga je niet graag extra belasting zien betalen voor een paar uitkeringtrekkers of zo. Of gewoon om ja, de werkweken te verkorten en om eigen rechten in te leveren. Want dat heb je wel. Als je een linkse partij hebt, dan moeten de multinationals en de bazen ook wat eigen recht inleveren. En krijgen de, ja, de werknemers meer mensenrechten, meer loon en kortere werkweken. Daar staan de meeste bazen niet op te wachten. Maar goed, laten we eens even kijken. We gaan naar de boot toe. Ja? Het! Auw. Dat ging niet heel goed. Beetje voorzichtig, meneer Daly. Oh, oké, we gaan eruit. Want hier is iets aan de hand dat ik hoor bij het schip. Maar ja, we moeten even kijken, hè, wat er aan de hand is. Want het ziet er niet best uit. Het is nacht. Dus ja. Hallo? Is er iemand? Ik wil even trouwens even omspoelen of niet. Wat zijn dit? Is aan bad? Oh, het zijn douches. Zeg toch, het is een luxe boot. En geloof me, ik zou ook op zo'n boot als dit willen wonen. Eerlijk, lijkt me echt vet. Gewoon je eigen cruiseschip. Hey, gewoon je eigen kamers. Het is echt mega groot. Daar blijf ik bij. Maar ja, er is iets aan de hand in dit schip. Het moet een beetje rustig zijn. Nee, even kijken hoor. Kijk, dus dit is de sleepkamer. De sleeproom. De sleepkamer. Maar goed, we gaan even naar boven toe. Geen coronamensen, rustig aan. En anders moet je een sneltestje doen, zo kan het ook. Hey, Elmo, wat moet je dan, hè? Sla je elkaar, hè? Nou, dat dacht ik niet. Ik ben Elmo Show. Hey, dat dacht ik niet. Je moet je mond houden, Elmo. Want ik kan je overhoop schieten. Ik kan je overhoop schieten nu, ja? Op rotten nu. Zo, dat dacht ik even niet, Kermit. Zo, wat dacht je nou, hè, Elmo? Hey, zo. Waar kwam dat vandaan? Holy moly. Huh? Elmo, wat is er aan de hand? Zo, volgens mij is je hartstikke vermoord, die Kermit. Kermit? Nou, Elmo, je hoeft niet door te schieten, want volgens mij heb je hem al lang doodgemaakt. Ik dacht het niet, Elmo. Ai! Flay! No! Au!
Deze doet pijn. Zo. Elmo, doe dat dus niet. Kermit is al dood. Zo, maat. Had je nog iets? Oh mijn god, ze hebben gewoon Kermit vermoord. Kermit had niet dood moeten gaan. Ik weet al dat ze ruzie hadden. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Liken, abonneren, reageren. En ik zie jullie later weer terug bij een nieuwe video. Adios.